Hoi lieve mensen, welkom bij een nieuwe kookvideo van Food & Travel. Vandaag maken wij gebakken vis in tomatensaus klaar. Hier heb ik mijn vis al schoongemaakt en gewassen. Nu gaan we hem inleggen. Ik gebruik een halve theelepel zwarte peper. Hier ook een halve theelepel zout. We gaan wat gechopte knoflook in doen. En een beetje peper naar smaak. Hou jij van nog iets anders? Eet je vis? Je kunt ook viskruiden gebruiken voor wat anders smaak. Of hou je van iets anders, mag je dat ook naar smaak toevoegen. We gaan alle kruiden nu in ons vis mengen. Zodat alle smaak helemaal in ons vis gaat. Probeer het ook binnen. Je kruiden naar binnen te zetten. Je kruiden helemaal binnen in je vis te smeren. Zodat je vis straks lekker gekruid is. Hou je van nog meer zout? Kun je nog meer zout naar smaak toevoegen? En wil je wat meer peper? Kun je dat ook toevoegen? Je kunt meer peper zetten. Hou je van uien? Kun je uien zetten? Hangt af van waarvan jij houdt. Oké, ons vis is al helemaal ingelegd. We gaan hem nu even 5 minuten laten trekken. En dan gaan we hem bakken. Tot zo! Ja mensen, ik heb hier mijn pot al op vuur. Hij is al heet. Ik ga nu mijn olie in doen om mijn vis te kunnen bakken. Zet genoeg olie zodat je vis goed goudbruin gebakken kan worden. Ik zal mijn vuur iets hoger zetten. Zodat mijn olie snel heet kan worden en we snel onze vis kunnen bakken. Oké mensen, mijn pan is nu al heet, dus ik ga nu één voor één mijn vis in doen. En ik zal intussen even mijn vuur wat lager opzetten. Anders voor je denkt is mijn vis gebrand. Waarin ik mijn vis heb gebakken, het verder klaar te maken in tomaat. Ik ga nu in mijn warme olie een halve ui doen. Yes. En als mijn ui goudbruin is gebakken, zal ik een beetje knoflook in doen. Zo, mijn ui is al goudbruin gebakken, het is snel gegaan. Want mijn pan was heet. Ik zal nu een theelepeltje knoflook in doen. Gemalen knoflook. Ik zal hem nu nog even laten bakken. Ik zal een volle eetlepel tomatensaus doen.
En ik heb hier 2 hele gesneden tomaatjes. Ik heb ze in stukjes gesneden. Dus we zullen dit ook in doen. En een stukje gember. Naar smaak natuurlijk. Ik zal 1/4 theelepel zwarte peper in mijn tomaten doen. Hier heb ik 1/3 lepel theelepeltje zout. En ik zal 2 volle theelepeltjes suiker in doen. Yes. We gaan het goed doormengen. Ik zal nog een klein beetje tomatensaus bij doen, omdat ik niet echt vind dat ik een mooie rode kleur heb gekregen. Dus ik zet 1/2 eetlepel tomatensaus erbij. Yes, we gaan hem goed doorroeren. Ik zal eventjes mijn vuur hoger op doen, zodat mijn tomaat en alles even snel kan pakken. En dan intussen zal ik een volle kan, ik heb een kleine kan, zal een volle kan water in doen. Ik zal eventjes mijn vuur zakken, want hij is te heet geworden nu. We gaan ons een tomatensaus eventjes laten borrelen voor we ons vis in gaan doen. We gaan hem eventjes laten. Tot zo! Ik zal nog 1/3 kannetje water bij doen. Zodat we genoeg saus straks hebben. Voor ons rijst. Ons tomatensaus is goed gaan borrelen. Dus nu zullen we 1 voor 1 ons vis in doen. En dan zullen we ons vis even omscheppen, zodat het saus overal in ons vis gaat en de smaak natuurlijk. Het ruikt nu al zo lekker mensen, laat staan straks bij het eten. We gaan ons vis 5 minuten in ons saus laten borrelen en dan gaan we hem straks uitdoen, dan is hij al klaar. Tot zo! We gaan nu ons vuur uitdoen, ons vis is al gaar en voor als garnering zullen we wat groenten in doen. Ik heb botervis gebruikt om mijn gebakken vis tomatensaus te maken. U mag ook een andere vissoort gebruiken. En dan zou ik willen zeggen smakelijk eten. Vergeet niet ons kanaal te subscriben, te commenten en te liken. Vertel ons welk ander gerecht u wil dat wij moeten maken voor u. Bedankt!